De heer Mark de Mesmaker. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, er is inderdaad grote nood om de levenssituatie van de bevolking in Eritrea te verbeteren. Maar weet u, de beslissing om het Europees hulppakket aan Eritrea aanzienlijk te verhogen is naar mijn mening een grove inschattingsfout. Het gaat ook in tegen de aanbeveling en standpunt van dit parlement. De Europese Commissie schrijft de exodus uit het land vooral toe aan de economische situatie. Fout. Ze negeert zo het reële leed van de Eritrese bevolking. Het Eritrea van president Afwerki is een van de meest totalitaire staten ter wereld. Een open gevangenis waar de bevolking in permanente angst leeft. Willekeurige arrestaties, martelingen, buitenrechtelijke executies zijn er de regel. Geen vrije meningsuiting of vrijheid van vereniging of godsdienstvrijheid. Er geldt een verplichte legerdienst voor onbepaalde duur. Al van jongs af aan worden kinderen door dit militaire regime ingelijfd. Onderwijs kennen die jongeren niet. Hun toekomst wordt hen brusk ontnomen. En tegen die achtergrond van grove mensenrechten schendingen moet je de grote vluchtelingenstroom naar Europa verklaren. En ik zie geen enkele intentie bij de autoriteiten om het lot van de bevolking echt te verbeteren. Meer Europees geld zal hen alleen maar in staat stellen hun dictatoriale repressieve praktijken voor te zetten. En is het dat wat we willen? De bevolking is niet gebaat met ons geld als het geen duidelijke ontwikkelingsdoelstellingen dient en als er geen voorwaarden voor respect voor mensenrechten aan verbonden worden. En mevrouw de minister, er is meer. Een betere en veiliger thuis in de Europese Unie vinden, zelfs dat blijkt voor vele vluchtelingen een illusie te zijn. Spionnen van het regime achtervolgen de mensen tot op Europees grondgebied. Ze verplichten hen om een inkomstenbelasting te betalen. Wie weigert moet vrezen voor het lot van de achtergebleven familie. Over deze lange arm van het regime verschijnen al jaren berichten in de media. De Verenigde Naties stelden een onderzoek in, maar bij de commissie en de EDO blijft het muis stil. Mevrouw de minister, moeten wij dit regime nu eens echt de wacht aanzeggen? Het is tijd voor realiteitszin, voor actie en voor daadkracht. Dank u. Dank u wel, thank you much indeed. Op behalf van ALDE Groep. Dan namens de ALDE, Beatrice Becerra Pastarechea, voor 2 minuten. Gracias, presidentes. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Hennis Plasgaard, we hebben vanochtend